Ik heb zo heerlijk geslapen. Eindelijk in een bedje. Ik kan niet geloven dat ik gisteravond ben geadopteerd door mijn nieuwe ouders. Want ik kom uit een heel arm gezin. En daar heb ik nooit geslapen in een bedje. Alleen, mijn ouders zijn echt mega lief voor mij. En ik zal jullie even voorstellen aan mijn ouders. Ze zijn hier Oh, nee, dit was wel perfect, een goed idee, hè? Schat. Inderdaad, dit gaat echt werken. Ze nooit door. Dit valt nooit op. Dit is gewoon het perfecte bedmantel. Ja, zo vallen die criminele zaken die we doen nooit op. Inderdaad. Politie gaat hier nooit achterkomen. Zoon, kom maar naar beneden. Is het tijd om te eten? Ja, zeker. Ik heb lekker gekookt. Pap, mam, ik wil jullie nog even bedanken voor gisteravond. En dat ik jullie dankbaar ben dat ik door jullie eindelijk kan slapen in een bedje. En dat jullie me hebben geadopteerd. Jullie zijn echt de allerbeste ouders ooit. En dat ik eindelijk een zusje heb. We zijn heel blij met je. Dat doe ik uit liefde. Dat vind ik goed om te horen, zoon. Oh, dat is echt lief, papa en mama. Wat waren jullie net aan het bespreken? Snaakjes. Inderdaad, voor werk en alles. Maar het is etenstijd. Kom lekker aan tafel. Kom je ook? Papa, mama, wat is jij? Kom maar gewoon daar. Dat is niks zo. Lekker eten. Lekker een pannenkoekje. Dat vind je hartstikke lekker. Pannenkoeken. Heb je lekker geslapen? Ja, zeker. Ik was net spelletjes aan het spelen. Zullen we straks samen spelletjes spelen? Ja, dat is goed, maar ik ga wel van je winnen. Eerst pannenkoek eten. Ik ga daar wel zitten, mama. Lekker naast papa. Kom maar naast papa zitten. Ik hou van pannenkoeken. Mama. Ik ook niet echt een lievelingseten. Smakelijk eten, iedereen. Sorry, pap en mam, mijn poertje. Ik vond het echt lekker, maar ik ben vol. Ik kan niet meer. Geen probleem. Laat het maar gewoon staan, zoon. Buikjes helemaal boven. Als je niet meer op kan, dan kan je niet meer op. Ik heb bijna een koekje, hoor. Jullie zorgen voor me, papa en mama. Wij moeten nog even ertussenuit. We moeten nog boodschapjes doen. Boodschapjes? Willen jullie ijsjes meenemen? Die zijn op. Dat komt goed, Femke. Ja, maar jullie kunnen jullie wel samen vermaken, toch? Jullie komen toch wel terug? Ja, natuurlijk. We hebben heel veel helemaal goed. Morgen papa zei ook dat hij melk ging halen bij de supermarkt. En die kwam nooit meer terug. Liever toch. Maar zo zijn wij niet. Nee. Dus jullie komen wel terug. Ja, voor je het weet zijn we er weer. Het zal helemaal niet zo lang duren. Moet ik op Femke passen? Inderdaad, als jij zoon op Femke kan passen, dat zou perfect zijn. Ga maar lekker tv kijken of een boekje lezen. Lekker op de PlayStation. Oké, papa en mama, dan gaan we wel PlayStation. Eén ding wat je moet onthouden, zoon, is nooit de deur open doen voor vreemden. Oké, pap, ik zal nooit de deur open doen voor vreemden. Tot straks. Goed zo. Tot straks. Ga PlayStation. Echt mega leuk. Wat zullen we opzetten, Femke? Ik weet het niet. Wat is leuk. Family Life, dat is echt superleuk. Ja, laten we dat doen. Dat is echt een mega leuke film, Femke. Die is echt supercool. Wat is dat? Is het een vreemde? Laten we kijken. Hallo, wat moet dat daar? Hallo, ik ben de politie. Kun je even open doen voor mij? Ik zie niemand. Sta eens beter voor de deur. Ik sta voor het raam. Ik mag papa en mama geen vreemde meer laten. Ja, maar ik ben een belangrijk persoon, dus kun je even open doen voor mij? Wie bent u dan? Ik ben de politieagent. Oké, Femke, ik doe wel open. Dit is de politie, oké? Oké. Dag, meneer de politieagent. Wat is er aan de hand? Kun je misschien even je kleine zusje wegsturen? Want dit is wel belangrijk, hoor. Ja, meneer de politieagent. Femke, maak je geen zorgen. Ga maar even televisie kijken, oké? Televisie kijken. Ik ga even zonder je. Ja? Ik zeg papa en mama zeggen, oké, dat ik de deur open heb gedaan. Oké. Meneer de politieagent, wat is er aan de hand? Nou, ik denk dat je ouders jou als dekmantel gebruiken. Als dekmantel? Nee, mijn ouders hebben me geadopteerd. Ze zijn mega lief voor mij. Ja, dus ze adopteren jou om hun criminele zaken te verbergen, zeg maar, weet je wel. Zeg je nou dat mijn papa en mama criminelen zijn? Wacht eens even. Ja, daar lijkt het wel op. Waarom heb ik zo al gepraat over crimineel? Wat? Ja, serieus? Zeker. Op de trap, meneer. Hoezo? Nou, die namen van je ouders, die kwamen heel erg overeen op het register toen ze jou ging adopteren met criminele zaken, zeg maar, die ze hebben gedaan, weet je wel. Meneer, wat zijn criminele zaken? Nou, criminele zaken zijn, zeg maar, niet goede dingen in de wereld, zoals stelen en zo. Oh, dat heb ik gezien op televisie. Overvallen, bank overvallen, mensen beroven. Wacht maar, meneer. Denk jij
jij dat mijn ouders criminelen zijn? Dat ik criminele ouders heb? En dat ze mij gebruiken als dekmantel, zodat ze lijken op een normale familie? Ja, dat denk ik, ja. Maar dan weet ik niet helemaal zeker. Dus daarmee heb ik jouw hulp nodig. Je hebt mijn hulp nodig voor bewijs? Ja, dus als jij iets verdacht ziet wat je ouders aan het doen zijn, nam het dan op, oké? Oké, meneer, ik zal erop letten. Wat is uw nummer dan? En heeft u een telefoon voor mij? Want ik heb geen telefoon. Ja, mijn nummer is 112 en ik ga je wel even mijn telefoon geven, oké? Oh, dat is super. Dan kon ik u via daar bellen. Dank u wel, meneer. Dit is mijn telefoon. Neem hem maar aan. Wow, ik heb gewoon een telefoon. Oké, meneer, maar dus ik moet u zo snel mogelijk bellen? Ja, zeker weten, want het zijn 9 grote criminelen. Dus als ze bewijs hebben, dan kunnen we ze meteen arresteren, oké? Oké, dan geef tot gaat doen, oké? Ik doe nu de deur weer dicht. Dank u wel, meneer. Oké, toppie. Oké, doei, doei. Femke? Ja, wat is er? Dat was de politie. En Apple zei die, wat zei die? Dat papa en mama criminele ouders zijn. En dat ze wat? Misschien hele gemene en stoute dingen doen. Zoals regels breken, dingen overvallen. En hele erge dingen, Femke. Oh, en als ze iets zien daarvan, waar? Dan moeten we de politie bellen zo snel mogelijk. En ik denk dat jij en ik op onderzoek uit moeten gaan om onze ouders te bekijken en te begluren en te bespieden, oké? Oké. Dan moeten ze bespioneren. Zullen we dat vanavond doen? Ja, dat is goed. Oké, maar je mag hier niks tegen papa en mami vertellen, oké? Nee, dat doe ik niet. Oké, perfect. Laten we de film gaan kijken, oké? Tot papa en mama thuis zijn. Dennis, waar ben je voor in slaap gevallen? Word eens wakker jij. Och, hij lijkt wel net op zijn vader. Ik slaap ook al net op de bank. Papa en mam, zijn jullie weer? Ik was in slaap gevallen, sorry. Het is ook wel een beetje laat, hè? Hebben jullie jullie vermaakt in de tussentijd toen we weg waren? Ja, zeker mega erg vermaakt. Femke en ik hadden nog een vraagje. Nou, vertel. Wat is crimineel, papa en mama? Crimineel, dat zijn geen goede mensen. Dat kan ik je vertellen. En jullie zijn en dat zijn wij absoluut niet. Wij? Nee, zeker niet. Wat zeg je daar nou, Dennis? We zouden dat nooit doen, zoon. Kan ik jou heel even spreken? Ja, zeker, schat. We komen zo terug. Ja, die Dennis die vraagt wel veel vragen, hè? Komt stelt eigenlijk nooit veel vragen. Inderdaad. Zou die iets doorhebben? Zou die iets doorhebben? Praten we dan te hard of zo? Want, ik weet het niet. We moeten even goed op letten. Als ze iets doorhebt, dat kan echt niet. Er mag dat niemand achter niet, komen. We sturen hem naar bed. Papa en mam? We sturen hem naar bed. Nee, het is een bed uitje. Mega laat. Ijsje. Morgen mag je een ijsje. Morgen dan. Ja, eerst lekker slapen. Ga maar naar boven. Oké, stoppen? Ja, zeker. Dat komt goed. Oh, verhaaltje voorlezen. Oh ja, verhaaltje. Nou, mama, we moeten nog even bellen. Ga maar lekker liggen, zoon en Femke. Femke, jij beneden slaap, ik boven slaap, oké? Ja, zeker. Oké, papa, mama, verhaaltje. Er was eens een bruine beer in het bos. Oké, nu dat iedereen slaapt omdat het donker is, kunnen we onze plannen gaan beginnen. Precies, laten we snel onze dingen gaan doen. Ja, zullen we anders nog even checken, omdat iedereen wel echt slaapt? Ja, niemand hoeft het weten. Oh nee, papa komt inderdaad. Ga jij kijken? Ik ga naar boven. La 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 la. Eens even kijken. Och, kijk die kleine Femke en kleine Dennis toch slapen. Wat een zoet honingdropjes toch. Oké, ze slapen. Slapen ze, schat? Ja, ze slapen. Oké, laten we snel gaan. Femke, wakker worden. Ijsje. Nee, we gaan op avontuur, oké? Steuntjes, volg mij. Volgens mij zijn papa en mama iets van plan. Deze kant op, Femke. Ja, ze gaan hier naar beneden. Ik hoor ze naar beneden lopen hier zo. We moeten sneaken. Oké, kom snel door. Ja, we moeten hier snel door. En hoppakee. Oké, dit heeft niemand gehoord. Volgens mij niet. Perfect. Niemand heeft het door. Eens kijken hoe het hier beneden is. Dit ging open, Femke. Dit ging open. Dit hoort open te gaan. Weet jij dit? Een toverspreuk. Dit lijkt op een geheime kamer. Waar zou ze heen? Nee, niet. Ik ga toverspreuk doen. De politie had gelijk. Ze hebben ook allemaal rare bokjes aan. Ze doen niet zoiets wat wij niet mogen weten. Midden in de nacht. Wacht eens even, Femke. Wat is dit voor knop hier? Naar binnen. Wat is dit? Volg mij. Langs op deze kant op. Ja, jij jongen moet alles doen wat wij zeggen, oké? Oké. Precies. Ja, stil zijn wij dus. Wij willen heel, heel veel geld voor jou hebben. Heel veel geld. Ik heb geen geld. We weten dat je rijke ouders hebt. En je ouders hebben geld. Inderdaad, dat weet jij donders goed. Het. Wacht eens even. Ja. En je gaat nu doen wat we zeggen, want anders slaak je in elkaar, oké? Oké. Ja, wij
Hij breekt al je bot door. Heb je dat begrepen? Ja. Jij gaat nu ons heel erg veel geld brengen van je ouders, oké? Hoe? Nou, je moet ze gewoon opbellen, oké? Ik heb geen telefoon. Je hebt geen telefoon? Nou, dan breng ik je een telefoon. Precies. Oké, hier heb je mijn telefoon, Etter. Bel nu je ouders. Dankjewel. Papa, ze willen heel veel geld van jou. Oh nee, echt waar? Is dat zo? Ze willen miljoenen. Ja, maar sorry zo, dat gaat niet zomaar. Kijk, geef nu die telefoon hier. Oké, hallo. Spreek ik met de vader van deze arme kind hier? Ja, met wie spreek ik? Nou, ik ga je niet vertellen met wie je spreekt. Heb je hem gegijzeld? Ik geef jou een opdracht. Jij moet miljoenen naar ons toe brengen op dit adres. En dan pas laat ik je kind vrij, oké? Meen je dat? Maar als ik het niet doe? Ja, als je het niet doet, dan zul je kind nooit meer zien. Heb je dat begrepen? Wat? Oké, meneer, ik ga meteen regelen voor jou. En we willen miljoenen zien. Je hebt 24 uur de tijd. Mama, ze zijn echt criminelen. Oké, meneer, doe dat meteen. Oké. Ja, zeker is gelukt. Maar we hebben nog één ding te doen natuurlijk. Hoor de Rijn? Ik voel mijn handen nu al tintelen. Ja, maak het wel. Oké. Laten we naar boven gaan. Telefoon vallen. Oh nee, dat hebben ze gehoord. Wat was het geluid? Wat was dat? Was dat jouw telefoon? Dat was niet mijn telefoon hoor. Ik weet het niet. Ik denk dat niemand ons had achtervolgd. Ga kijken bij de kinderen. Ga kijken. Ik ga meteen kijken. Papa, wat doe je hier? Dennis! Wat doe jij hier? Wat is dit nou weer? Papa, mama, wat doen jullie daar? Wie is dat kindje daar? Dit is ons werk. Dit is ons werk, oké? Okay? Jullie zijn criminelen. Je wilt toch eten krijgen, of wat? Inderdaad. De politieagent had gelijk. Politieagent? Of de politie? Wat zeg jij daar? Heb je met de politie gesproken? Jullie zijn criminele ouders. Jullie gebruiken. Nee, we zijn geen criminelen. Dit is ons werk, zei ik. Houd gelijk. Ik wil de politie. Oké, richt het wapen op, schat. Richt het wapen, ik schiet hoor. Niks voor politie. Geef de telefoon hier. Oké, ik leg de telefoon op de grond. Hier, gewoon daar in die hoek. Ik denk dat ik niet schiet, maar ik schiet gewoon hoor. Mama, niet schieten. Schoen een schot. Was dat doe meteen naar boven jij. Ik doe mijn handen omhoog. Kom nu meteen naar boven jij. Ja. Doe me niks, papa, man. Schat. Politie! Dit kind weet te veel! Politie? Politie! We zijn hier beneden! Wees stil! We zijn hier beneden! Politie! Ja, ik hoor het allemaal wel! Oh nee! Jullie criminelen waren! Politieagent! Leg nu jullie wapen neer! Oké, ik zeg niks van deze kinderen! Doe mijn handen omhoog! Ik heb geen wapen! Ik heb geen wapen vast! Ik ga nu even naar beneden kijken! Er is helemaal niks! Echt, Dennis, je wordt bedankt! Ze zijn hier, agent! Ze zijn hier! Hier is het kind! Oké, hier is het kind! Hier beneden is het! Zeker hier beneden! Kom mee naar boven, jij kind! Ja, kom mee naar boven! Je bent gered, Jochie! Kom maar! Politieagent, je had gelijk! Ik heb criminele ouders! Je moet ze arresteren, oké? Papa, mami, wat een schuldkind dat mij geadopteerd! Hij weet te veel! Dan noem ons eens papa, mam! Criminele ouders, oké? Jullie gaan in de boeien! In de boeien? En jullie gaan voor een lange tijd achter de tralies! Oh, nee! Het wel. En bedankt, Dennis. Gelukkig ja, wel, de politie. Gratie voor je. Doe normaal, pop. Jij gaat naar de baaiers, oké? Waar je thuis hoort. Als je meer avonturen wilt zien van ons, klik dan op een van de video's op het scherm. En als je hebt genoten, klik dan op de abonneerknop. Doei!